Meneer Primus, denkt u dat we zo verder komen als u dat hoort tot nu toe? Ik heb altijd begrepen dat partijen elkaar niet uitsluiten en dat klinkt goed. Nee. Maar ik zie de coalitie, VVD, SP nog niet onmiddellijk iets minder komen. Van de hand, geloof ik. Neem alleen maar, kijk, we praten over markthuren. We weten overigens het hele niveau niet. Hè. Er zijn nu al krimpgebieden waar de huur al het markthuurniveau bereikt heeft. Ja. Maar wat je wel moet regelen, dat is ook het idee van de wonen 4.0. Dat is het huuraanpassingsbeleid. Hè. Je moet geen huurders uitroken. Nou, dan zie je een mooi verschil. SP zegt inflatie volgen. Ja, helaas zijn er dan erg weinig instellingen die nog willen investeren in huurwoningen. Juist. En de VVD zegt inflatie plus 3% jaar in jaar uit. Nou, dat is natuurlijk een prachtige middenweg die inderdaad iets meer dynamiek brengt dan alleen inflatie. Ja. Maar die wat minder ver gaat dan die 3% die er elk jaar bij komt. Ook gaat het de VVD vanuit. Niet alleen die verhuurdersheffing hè, van 760 miljoen euro. Het staat overigens met zoveel woorden niet in het verkiezingsprogramma, maar daar is al eerder maar overeenstemming over bereikt. Maar in de financiële berekeningen. Precies, het Centraal Planbureau, kijk daarnaar. Ik denk dat de SP wel goed ziet dat in een crisistijd, en het is nog steeds crisistijd, de vraag verschuift van kopen naar huren. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat zie je ook in Amerika, dat zie je in Groot-Brittannië. Dus je moet iets doen om ook het aanbod van huurwoningen wat te vergroten. En als je dus dan 760 miljoen euro elk jaar gaat heffen, dan weet je zeker dat dat enorm ten koste zal gaan van het investeringsvermogen in de huursector. Dat is verrassend, mevrouw de Boer. Nou, de ontwikkeling gaat van kopen naar huren. Jarenlang hebben we ingezet op het omgekeerde. Om even een van de daden te noemen van het zittende kabinet, eerlijk gezegd nog, die geeft de mogelijkheid om ook in die schaarste gebieden hogere huren te kunnen vragen. Ook corporaties zelf zijn daar ook gelukkig mee. Die zeggen, ja goed, dit lokt wel investeringen uit in die huurmarkt inderdaad. Want wij als liberaal vind ik en de VVD vindt ook, mensen moeten de vrije keuze hebben tussen huren en kopen. Natuurlijk vinden wij kopen interessanter, omdat mensen dan een stukje vermogen opbouwen. Hè, wat ze op hun 60ste naar eigen... schulden opbouwen op het ogenblik, hè, vooral? Schulden, nee, gewoon, nee hoor, je moet gewoon je schulden aflossen. Hè, en dan bouw je een stukje vermogen op, wat je op je 60ste naar vrije wil over kunt beschikken, of je nou op vakantie wil, of je nou verzorgd wil inzetten. Dat is nu juist compleet niet het geval. En dat vindt de VVD wel belangrijk. Maar goed, als er nu dus meer vraag zou blijken naar huurwoningen, dan heeft het kabinet wel gedaan wat ze moest doen. En dat is iets hogere huren inderdaad, die mogelijkheid geven. Corporaties zijn daar ook blij mee, want die kunnen dan, het lokt gewoon investeringen uit, ook in die particuliere huursector. Want die markt, die huurmarkt, zet er gewoon de hele woningmarkt volledig op slot. Mevrouw Karabulut, u zei dat is helemaal niet het geval. Wat is nu het geval? Nou ja, kijk, ten eerste het feit dat je daarmee met een eigen woning een stukje bezit opbouwt. Want feitelijk is de situatie die tot nu toe is ontstaan, ook onder VVD-bewind, is dat mensen alleen maar schulden opbouwen. Dat is wat meneer Primus ook zei. We hebben een gigantische schuldenberg. En wat ik nou zo interessant vind is, de VVD die is wel mans genoeg om de huurders aan te pakken en de verhuurders te heffen, de corporaties kaal te plukken, zoals ik het noem. Maar waarom nou niet eens een keer de villabelasting aanpakken, zodat we ook die schuldenberg kunnen bestrijden? Ja, waarom niet de villabelasting aanpakken, mevrouw de Boer? Goed, nee, SP mag dat dan zo graag noemen. Hè? Maar goed, we kennen al de hoogste belasting, of de hoogste inkomstenbelastingheffing in Nederland eigenlijk van de wereld. Hè? Dus dat wij dat op zich op die manier een beetje compenseren, daar heeft de VVD minder moeite mee. Wat je inderdaad zou moeten willen is natuurlijk dat mensen inderdaad niet de aftrek baseren op de schulden, maar ook op het, je moet natuurlijk je schuld, als ik een tientje van u leen, moet ik hem ook keurig aflossen. Mensen horen nou één keer hun schulden af te lossen en dan bouw je dat stukje vermogen op. Nu blijft dat vermogen eigenlijk alleen maar zitten bij die corporaties en dat vindt de SP misschien goed. Wij vinden dat niet goed. Nogmaals, wij willen wel dat mensen ook die keuze ook hebben. Hè? Dus als er nu meer vraag naar huurwoningen is, dan moet je dus zorgen dat die investeringen in die huurmarkt worden losgetrokken. Ja. Dat doen wij ook. Hè? Dus we hebben nog steeds, overigens, dat wil ik er wel bij aantekenen, want het is net of de luisteraar zal denken, goh, die huren gaan ieder jaar met 3% ongebreideld omhoog. Dat is niet het geval. We kennen het huurpuntensystematiek. Dus op een gegeven moment, als die woning een zekere marktconformiteit heeft bereikt qua huurhoogte, dan krijg je die extra huurverhoging niet meer. Nee, het is allemaal een beetje in verhouding. Het is allemaal op een hele nette manier dat mensen die gewoon een hoger inkomen hebben, ook een iets hogere huur mogen vragen in verhouding tot de huur die gevraagd zou kunnen worden. Wat vindt u, meneer Primus, van dat standpunt over de hypotheekrenteaftrek die u in de programma's hebt aangetroffen? Ja, dat is natuurlijk toch heel curieus. De VVD spreekt wel over meer aflossen van nieuwe hypotheken. Zegt het CDA trouwens ook. Maar
bestaande hypotheken. En daar vinden we nou juist die aflossingsvrije hypotheken. Ook, dat is bijna heilig. En het CDA zegt dan van, weet je wat, een aflossingsbonus. Dus als je aflost, krijg je daar nog een of ander geld voor. Hoe dat precies berekend wordt, weet ik niet. Ik denk dat daar nou juist de kracht ook ligt van dat woningmarktakkoord enzovoort. 4.0. Die zeggen, hoe je het ook went of keert, als je wil vermijden dat er een steeds grotere kloof tussen insiders en outsiders ontstaat, dan moet je niet alleen de nieuwe hypotheken aanpakken, maar ook de bestaande hypotheken. En er zijn een aantal deskundigen die dat zo ontzettend daarop met mij eens zijn. Ik noem Sibylle Dekker, ex-minister VVD-minister. Ed Nijpels, die daar ook hele duidelijke opvattingen over heeft. Pieter Winsemius, Gerrit Salm. En er is een geweldige steun, en die waardeer ik zeer, dat was vroeger wel eens anders, van de bankwereld. AFM, Nederlandse Bank, ING, maken allemaal duidelijk, wil dat werkelijk wat worden, dan moet je en de nieuwe hypotheken en de bestaande zeer geleidelijk aanpakken. Niet morgen, maar goed voorbereiden en in 2015 starten. En daar komt nu ook bij, dat zal op de heer Wilders geen enkele invloed hebben, maar dat ook de ratingbureaus zeggen, als die hypotheekrente niet krachtig wordt aangepakt, nieuw en bestaand, dan moet je nog eens eventjes goed naar die triple-E-status van Nederland kijken, want die ga je dan... Dat is u waarschijnlijk aan het hart gegeven, mevrouw Karaboulou. Zeker, zeker. Wat wij heel graag zouden zien is dat we inderdaad het hele systeem aanpakken. Dus zowel naar de koop als naar de huur kijken. Dat betekent niet eenzijdig het opleggen van hogere huren en heffingen. Maar vooral ook de hypotheekrenteaftrek garanderen tot 350.000 euro. En vanaf dat punt aftoppen en dat heel geleidelijk. Zodat je een gezonde situatie kunt creëren. Wat feitelijk nu is gebeurd, en ook dat wordt bevestigd door ING-economen, is dat door de maatregelen zoals die eenzijdig zijn genomen door dit kabinet net Rutte, is de woningmarkt compleet op slot geraakt. Ja, en door het economisch beleid gaat het ook ontzettend slecht met de hele bouwsector. En dat we hebben te maken met de economische crisis. U het laatste woord, mevrouw de Boer. We hebben te maken met de economische crisis. En de VVD vindt het niet eerlijk om ook aan bestaande gevallen tegen bestaande hypotheekhouders te zeggen van goed, we krabbelen toch een beetje aan de hypotheekrenteaftrek. Okay. Wij vinden gewoon dat je het spel, de spelregels tijdens het spel niet mag veranderen. Want het is niet niks als je een woning hebt gekocht. En een aantal jaren geleden kon je niet voorzien dat zo'n belangrijk besluit door het kabinet werd genomen. Dan komt de woningmarkt nog meer op slot te zitten. Slotsom, meneer Primus, uit dit het huidige stelsel is niet houdbaar. Dus je moet af en toe beleid veranderen. Dat gebeurt wel eens, zonder dat je onbetrouwbaar bent. Daar moet je dus ook een stukje flankerend beleid in zitten. Ik ben geen voorstander van het SP-idee om ook de maximale grens naar de 350.000 toe te dagen. Nee. Dus er zit een soort overkill in. Maar daar kom je best uit in overleg. Maar ik denk inderdaad dat op een hele verstandige en behoedzame wijze die hypotheekrenteaftrek zowel voor oude als nieuwe gevallen terug moet lopen. Vooral via die schijf van 52% uiteindelijk naar 30%. En dan de overheveling van de inkomensbocht naar de vermogensbocht. En dan ben je de trigger die er nu in zit om schulden te maken, ben je kwijt. Goed idee, gaan we het zo doen. Sadet Karaboulou, Betty de Boer en Hugo Primus, dank voor uw toelichting op het punt wonen in de verkiezingsprogramma's. Graag gedaan.